informatie over Leefboys vandaag. De dag zo'n beetje 8 november 2018. De heren zijn bezig te genieten. En onze beschermheer zit ook erbij. Hier, we komen eraan in feite. Een paar weer lege stoelen. Maar ja, het is wel leuk en gezellig met ons allen. En daar komen we in feite bij deze even. Ja. Ze zijn even bezig te fluisteren. Dat mag niet op school. Leer je dat niet? Ja, mijn heren. Onze beschermheer. Die elke dag. Informatie verstrekt. Vandaag zal ik het hebben over uitleg en toelichting. Van het gebeuren hier zo'n beetje. En in het land. En wat we allemaal doen. Niet wat wij hier doen. Maar wat er gaande is in het land. Heer Mohan. Ja, bij Jan. Een beetje toelichten, hè? Ja, weer donderdag gezellig bijeen. Met de groep. Gebakken vis. Alle soort gebakjes. De jongens tussen 40 en 50 zijn erg actief. Heerlijk. Heb ik gezien. Dus dat is een pluspunt. En zoals gebruikelijk moet ik zeggen dat de heren ook kaarten. Er wordt geborreld. Dat is het. Het kamp. En met betrekking tot het land ben ik al moe. Toelichting, hè? Ik vind het jammer. Ik vind het echt jammer. De zaken die zich in Nigeria hebben voortgedaan met betrekking tot grondzaken welke de heer Doekie van de NDP heeft aangehaald. Je kan je niet voorstellen dat in Suriname dit soort figuren rondlopen en grond toe-eigenen wat hun niet toekomt. Ik schaam me dood wanneer autoriteiten van het land die medewerking verlenen aan dit soort figuren. Maar ik ben blij dat Doekie dit aangehaald heeft en meneer Joggi van de VAP. Ik denk dat de heer Joggi meer uit de invalshoek het een en ander heeft aangehaald om NDP zogenaamd schoon te houden. Wij NDP'ers, wanneer we iets weten, gooien we gewoon op tafel. Terwijl Joggi al gezegd had dat hij stukken had. Dus ik vertrouw die zaakje van Doekie niet, maar ik weet dat er intern problemen zijn met Doekie. Okay. Dus Doekie zal zijn reden ook hebben. Schaamteloos is de heer, maar hij is paal zing. Schaamteloos is de heer, maar hij is paal zing. Die toch wel de arme Nigerianen daar op zo'n wijze benadert. Ik schaam me dood om hier in het land te blijven. Wat moet ik meer zeggen wanneer ik lees elke dag corruptie? We hebben twee namen aangehaald. Doekie en Joggi. Plus en min. Oppositie en politie, meneer Mohan. Ja, maar je weet, wanneer er spanningen zijn binnen bepaalde partijen, dan gaan ontevreden mensen over bepaalde NDP'ers zelf zaken naar voren brengen wanneer het moet. En laten we eerlijk zijn, dit kan niet. Dit is gebeurd met medewerking van autoriteiten. Maar dan, en er is ook een band in omloop met betrekking tot een gesprek welke de heer Johnny gevoerd heeft. Schandelijk, man. Belachelijk. Hier in de klant. Ik kan mij niet voorstellen dat ik in een land woon waar er een regering zit. Een regering? Een democratische regering toch erbij, hè? Oh, democratisch? Dat weet ik niet, hoor. Wanneer die stem, ja, die stemmen niet eens geteld konden worden en 2 weken bepaalde instituten gesloten waren, weten we niet wat er gebeurd is. Ik weet wel wat er gebeurd is. Om 26 te halen. Begrijp je? Maar goed, laten we daarover niet praten. Maar ik schaam me dood wanneer we dit soort corruptiegevallen hier in het land horen. Goed. Dan had ik even toelichting wat er gaande is in het land zo'n beetje. Dit was even politiek gedeelte.
het justitieel gedeelte. Hebt u daarover wat te vertellen, meneer Mohan? Criminaliteit, zo'n beetje daarover. Overal hoor je diefstal, roof. De hele weg hier, Mangolan. Alleen maar inbraken. Alleen maar inbraken aan die straat. Ik bedoel, er moet een beleid toch zijn wanneer aanhoudend er in een bepaald gebied ingebroken wordt. Dat er toch wel ingegrepen wordt op deskundige wijze. De zaak wordt aangepakt. Ik heb niets te zeggen hoor. We moeten alleen maar even kijken wat de komende regering zou kunnen doen. Vandaag, want op deze mensen kunnen we niet meer rekenen. Vandaag de dag heb ik iets gehoord dat hoge plaatsen, functionarissen van de politie, ontslag krijgen. Hebt u dat gehoord? Nou, wanneer ze iets misdaan hebben, onthoud goed wat ik zeg en luister goed wat ik zeg. Wij noemen geen namen, hè? Wanneer men iets misdaan heeft, dan moeten ze ontslagen worden. Niet door een minister of wie dan ook. Er zijn spelregels. Hoe je agent moet ontslaan. Hoe je agent buiten functie moet stellen. Dus geen politieke intriges. Anders gaan ze problemen krijgen wanneer de agent straks naar de rechter staat. Ja? Maar ja, alles gaat slecht in het land. Dus bemoei niet hoor. Ik wil iedereen het bemoeien. Ik bekijk de zaken om naar Guyana te verhuizen, maar ik check wel. Dat was alles. Dankjewel. Ook bij deze wil ik u diep uit mijn hart van harte bedanken voor uw informatie en de uitleg wat u allemaal hebt gegeven. Hebt u niks meer te zeggen? Nee. Echt. Ik ben helemaal boos en ik kan bepaalde zaken niet verwerken hier in het land meer. Omdat het niet ingegrepen wordt. Dank u wel. Waar u toevallig weet dat het niet beter gaat in Guyana, dan nog je bent hoort, u. Je leest hoe de economie vandaar straks zal groeien. Bij deze hartelijke dank, meneer Mohan. Dank u wel. Ja. Tot de volgende week, dacht ik. Ja, ja. Oké. Dank u. Aha. Even de mensen filmen. Ah. Dit zijn de mensen. Soeren, heb jij wat te zeggen? Ja, ik heb wat te zeggen. Dat vind ik wel trouwens. Ik heb hem liever. We komen hier om te karten en niet om te drinken. Oké. Okay. Er zijn bepaalde figuren. Dan moeten we voortaan geen alcohol hier in huis brengen. Alcohol moet je thuis drinken. Ja. Oké. Okay, bij Omus Nisi. Dank je wel. Ik ben blij dat ik ben teruggesteld in de Prabhu en Trina heeft zich op zich genomen om vis in te leggen. Verder ben ik blij met die groep van Bert. Ze hebben spontaan dingen gebracht. En verder wens ik, gisteren was Diwali licht, moet niet één dag alleen schijnen, maar het hele jaar door. Als laatste, ter afsluiting, heb je nog wat als laatste te zeggen? Waarover? Ja, over niks, over onze organisatie. Organisatie gaat hier heel goed, Pico Bello. Alles goed. We proberen te corrigeren waar te corrigeren valt. Ja, boom. Oké, dankjewel, Sjoerd. Leven jullie gelukkig, goed enzovoort. Oké, tot de volgende keer.